Dames en heren, hartelijk welkom bij de Vraag Je Raak Show. Weer een nieuwe aflevering. Kut kind, Roy kan beter krijgen. Waarom? Je kan beter krijgen, Roy. Hoor je dat? Nou, dan hoop ik, als je iemand aan te bieden hebt voor Roy, dan... Tjitse Tjalf Kuipers. Als Disneycraft wordt geopend, kan je het zien? Ja. Ho, probleem opgelost. Oh, hij was leeg toch? Ja. Oh my god. Leg er een ding onder, je lul. Waar waren we? Tjitse Tjalf Kuipers, die vraagt... als Disneycraft wordt geopend, moet je dan betalen om op de server te komen? 100 euro. 100 euro, geen stuiver minder. Nee, natuurlijk niet. Als de meiden eraf is, dan kan je er gewoon opkomen. Wil je dat je voor altijd op de server wil komen wanneer de server ook gesloten is voor vast publiek, dan kan je altijd VIP kopen en dat is helemaal niet duur. Remco van der Meer, wat vind je van de Kingdom? En zou je erin willen? Zou je mijn naam willen noemen? Is mijn moeder trots. Remco van der... Waarom lach je erom? Met mijn moeder trots. Nou, dat is toch leuk om te horen? Nou, leuk als je moeder dan pas trots is. Oh. Nou, Remco van der Meer. Je naam wordt 01. Genoemd. 01. Je naam wordt genoemd. Ik vind de Kingdom KUT met een dubbele U. Kut. Commercieel. Commerciële bagger. Elk kanaal doet het. Ruier, hoe zit het? Oh, die ken ik al. Hoi Vincent, hoe zit het met het rollenspel? Momenteel zijn we even druk met de serverbeheer, omdat de server open gaat binnenkort. Dus wij hebben eigenlijk weinig tijd om de scènes na te bouwen. We hebben één complete scène gebouwd, maar er moeten nog veel meer scènes bij komen. En dat duurt gewoon even een maand misschien. Dus ja, daar houden we zeker jullie op de hoogte van op dit kanaal. Roby, Son Vorpi, ik ga het aan jou vragen. Wat vind je van Jordi? Nou, dat is duidelijk. Vond een leuk filmpje, even goed naar vergeet niet te abonneren. Zo, het ging heel snel. Tot de volgende keer.